Ik heb ervoor gekozen om professioneel MMA te vechten, omdat ik gek ben op de sport. Ik vind het geweldig om een uitdaging te hebben. Mensen moeten van me weten dat ik in het dagelijks leven niet met iedereen op straat loop te knokken, maar dat ik gewoon een ontspannen gast ben. Wat mensen van mij moeten verwachten in de kooi, is dat het in de eerste ronde afgelopen is. Als ik in de kooi stap, dan is als het goed is mijn gedachten helemaal leeg en ben ik volledig gefocust op de partij. Als het goed is, gaat het dan zo lopen dat ik de partij op de grond ga krijgen en dat het in een choke of een armbar gaat eindigen.